Patrick Rakenboom, we spraken elkaar voor de wedstrijd. En toen zei je, ja, Barendrecht is de favoriet. Maar daar was weinig van te merken op het veld. Ja, toch was Barendrecht favoriet. Als je topklas speelt en je hebt zo'n selectie, zulke spelers, dan ben je favoriet voor mij. Maar ik denk voor de meeste mensen hier. Alleen wij hebben wel, ik zei het voor de wedstrijd al, we gaan er een wedstrijd van maken. Dat hebben we gedaan, denk ik. We hebben niks gestolen, we hebben het afgedwongen. Het duurde alleen wat langer dan we hadden verwacht. Twee prachtige goals van jullie. Twee hele goede goals, ja, absoluut. Absoluut. Ja, Mo kan dat. Die kan een bal vrijmaken en hem zo scoren. Gewoon een prima goal van hem. Echt ja, geniet is dat. En dan leek het in de allerlaatste minuut van de normale speeltijd nog zelfs 2-3 voor jullie te worden. Dat ja, had helemaal ultiem geweest, hè? Ja, maar ja, dat had wel gekund natuurlijk. Kijk, normaal gesproken zijn dat ballen voor Leroy die wel afmaakt. Maar ja, er staat een goede keeper in Verzwieter aan de andere kant. Ja, die hield hem goed. Dus dan moesten we nog een half uurtje verder. En nog zelfs strafschoppen. En na strafschoppen winnen jullie. Een loterij. Want ja, deze tegenstander heeft bewezen dat ze goed strafschop kunnen nemen. Want in de halve finale schakelen ze er Feyenoord mee uit. Ja, die heb ik gezien. Dus ik was een beetje op de hoogte waar de natuurlijke voorkeur ligt. Alleen dat zijn natuurlijk wel jongens die op het moment dat je keeper te snel beweegt, snel in de andere hoek schieten. Maar ja, ik wist dat de voorliefde lag voor de rechterkant bij mijn keeper. Ja, hij houdt er één. Dat was genoeg gelukkig. Nu winnen jullie die cup. Er is feest in de kleedkamer. Ja, wat zegt dat, die cup winnen voor jullie ploeg? Ja, dat zegt heel veel, omdat dat heeft te maken met waar we vandaan komen. We hebben gewoon een heel moeizaam, moeilijk seizoen achter de rug. Waarbij een collega van mij halverwege het jaar gesneuveld is. Waarbij we echt van de bodem af dingen weer hebben moeten opbouwen. Die wedstrijd in die cup hebben ons geholpen om een stuk zelfvertrouwen te krijgen. We kwamen Sterkses onderweg tegen, Zwalen weer tegen, FVH tegen, waar we gewoon van wonnen. En dat gaf de jongens ook het voldoende vertrouwen om in de competitie gewoon goed voor de dag te komen. En uiteindelijk hebben we het in de hoofdklas gered. En worden we nu ook nog beloond met een prijs. En dat op een dag waarbij twee spelers afscheid nemen, kan eigenlijk niet beter. Wat is nou mooier, die beker of vooruitzicht dat jullie op trainingskamp naar Turkije gaan? Ja, kijk, ik moet eerlijk zeggen, ik heb tot dan dat we pingels gingen nemen, heb ik helemaal niet meer aan dat trainingskamp Turkije en weet ik veel wat gedacht. Je speelt voor de eer en voor zo'n mooie wedstrijd te winnen. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk mooi dat er een trainingskamp aan zit. Maar die beker van bijna een meter hoog, die is ook leuk, hoor. En volgend jaar deed je die beker weer verdedigen? Absoluut. Hè. Je collega van de radio vroeg het net ook. We doen graag mee in zo'n toernooi. Jeroen Bos heeft traditie in de AD-cup die een aantal keren gewonnen is. Dus we willen graag aan zulke toernooien meedoen. En dit jaar hebben we het prima naar ons zin gehad, dus volgend jaar doen we weer mee.